Anja, moeder, die ons gaat vertellen hoe dat nou is om samen te werken met een Natuur- en Milieufederatie, met een landschapsarchitect, met allerlei mensen die van alles nog wat willen. Hoe heb je dat ervaren? Wat zijn je lessen die je eruit hebt getrokken? En nou, hoe kijk je terug op het proces en op het resultaat dat we hier nu hebben geboekt? Mijn naam is Anja Moeder. Manager zorg, dagbesteding en in die hoedanigheid ben ik bij dit project betrokken, samen met Henk. Die hadden we hartstikke nodig vanwege de andere kant van de zaak. Ik neem u eerst mee. U ziet daar een cliënt. Het zou zomaar René kunnen zijn. 36 jaar. Ernstig, meervoudig beperkt. En die woonde hier veel. En die moet het hebben van een zintuigen. Horen, ruiken, voelen. Hij vindt het heerlijk om met zijn begeleider lekker te gaan wandelen. En op een dag, mooi weer, gelukkig, we gaan naar buiten. René helemaal blij, zit lekker in zijn rolstoel. Yes, we gaan naar buiten. Loopt deze kant op richting boerderij. Krijgt de hertjes, die hier verderop staan, in zijn neus. Die kent hij. Dus gaat hij lekker ontspannen achterover hangen. Het komt goed. Helaas, vlak voordat hij hier bij de hertjes komt, gaat zijn begeleider opeens deze kant op. Hij wordt René helemaal een beetje onrustig in zijn stoel natuurlijk. Van wat gebeurt er nou? Ik ga niet naar de hertjes. Is toch rechtdoor? Dat weet je wel. Gelukkig kent zijn begeleider hem goed. Legt even een hand op zijn schouder. René, het komt goed. We gaan naar een beleefbos. Ja, denkt René. Lekker dan. Beleefbos. Wat is nou een beleefbos? Kan ik me niks meer voorstellen. Dus blijft een beetje onrustig in zijn stoel zitten. En wat gaan we dan toch eigenlijk doen? René, het komt echt goed. Vertrouw me maar. Met de rolstoel komen ze deze kant op. Over een hobbeltje, dan wordt het toch alweer een beetje leuk misschien. Een beetje spannend. Dan gaan ze naar het eerste laantje. Daar stoppen ze met z'n tweetjes. Begeleider komt erbij. René, ruik je hier iets? Nou, komt eigenlijk niet zo heel veel reactie. René krijgt een appel in zijn hand. Die mag je voelen. Die mag je ruiken. Dan denkt hij, eigenlijk ken ik dat wel ergens van, maar hoe ook alweer. Dan vertelt ze begeleidster, weet je nog, vanochtend hebben we een appeltaart gemaakt. En dat is nou net zo'n appel die hier nu zometeen gaan groeien. Die jij nu in je hand hebt. Nou, interessant. Ze lopen door. Ze komen bij een volgend paadje. Daar gaat weer de begeleider zitten. René, wat ruik jij hier allemaal? Ja, heel veel eigenlijk. Heel veel verschillende geuren. Probeert ergens een iets te herkennen. Deed hij niet helemaal. Dan zegt ze begeleider, dat kopje thee vanochtend. Met die stekkie thee die we hier op het terrein maken. Weet je nog? René blij, dat herkent hij inderdaad. En hij ruikt het nu helemaal om zich heen. Hoe mooi is dat? Ze gaan weer een klein stukje verder. René, ruik je weer iets? René gaat zitten, want hij denkt, het is nu al wel spannend. Dus ik ga nu maar eens kijken wat ik allemaal ruik. Nou, niet zoveel. Hij ziet wat struiken om zich heen en wat prikkertjes. En dan krijgt hij een braam in zijn hand. Dat is heel zacht. Hij krijgt nog wel, je moet er niet hard in knijpen, hoor, want dan krijg je iets op je kleren. Dat moet je niet doen. Hij gaat voelen, je mag hem ook opeten. Heel voorzichtig stopt hij het in zijn mond. Dat is lekker. Dat is net zoiets als de jam die hij 's morgens op zijn broodje krijgt. Ook weer herkenbaar. Hoe heerlijk. Ze lopen nog een klein stukje door. Dan ziet hij allemaal prachtige kleuren om zich heen. Heel erg mooi. Zijn begeleider stopt weer en die zegt, je mag een kleurtje uitkiezen. Dat zijn allemaal bloemen. Je mag er één uitzoeken. Die gaan we plukken. Die nemen we mee naar de woning en die mag jij in je vaas zetten. En hij kiest een hele mooie, grote, paarse bloem uit. Houdt hem vast. Neemt hem mee. Eens een stoel. En toen was het wel genoeg. Genoeg ervaring opgedaan voor deze ochtend met al zijn zintuigen. En hij gaat heerlijk naar de groep. Super trots. Ik hoop dat we over 2-3 jaar dit onze cliënten kunnen aanbieden. Deze beleving kunnen meegeven in dit hele leuke stukje wat hier gaat komen. Maar zover zijn we nog niet. Het is eigenlijk bijna, denk ik, net allemaal al een beetje verteld door de vorige sprekers. Het idee van de voedselbos kwam van de gemeente Den Helder. En uiteindelijk werd het zaadje bij ons al wel snel geplant. Van ja, het zou toch wel heel mooi zijn als ze zoiets hier kunnen gaan realiseren.
voor mij de startbijeenkomst in november 2018 met Henk samen naar een kenniscafé in Haarlem over agroforestry. Dat was voor ons. We gingen de wereld voor ons open. Wij zitten in het zorgland en we kregen totaal andere informatie over lagen in de grond en hoge bomen, lage bomen. En Henk en ik zaten er eigenlijk een beetje, voor ons gevoel, toch als een beetje een buitenbeen. Want ja, ze hebben het over, er zaten veel mensen in de omgeving die hun land beschikbaar wilden stellen voor voedselbossen. Wij hadden meteen al iets, ja, voedselbos is al een gevaarlijk woord voor onze cliënten hier. Als wij zeggen we hebben een voedselbos, mag je dus alles wat je ziet in je mond stoppen. Dit is toch al wel een beetje gevaarlijk. Dus wij zaten al heel snel. Wij zitten meer in die kant van het beleefbos, met alle facetten ervan die we kunnen gaan gebruiken, dan echt daarin. Want een voedselbos leek ons toch echt wel gevaarlijk. Hoe gingen we door? Hoe zijn we gestart? In april 2019 gingen we met Jelle tekensessies maken. Ik mocht heerlijk dromen. Zoals ze net al gezegd, mijn cranberries wilde ik graag. Maar allemaal herkenbaar fruit voor onze omgeving allemaal. Alles wat wij wilden werd gelegd op een tekening. En hier ziet u een van de eerste tekeningen die we gemaakt hadden. Met heel veel verschillende laantjes. Wat Jelle net al vertelde, met een nolletje, een poeletje in het binnen, in het midden. We mochten dromen. En toen kwam Jelle samen met Henk te kijken van wat hebben we hier allemaal op de grond, wat kan er wel en hoe kunnen we komen tot een wat reëler en realistischer plan. In november zijn er inderdaad ook 7 studenten nog mee die ons hebben geholpen bij de Hogeschool van Almere. Die hebben meegekeken in wat er allemaal wel kon en wat er niet kon. En toen kwam maart 2020 en toen kwam de corona. En toen ging alles dicht hier en toen konden we even een tijdje niet verder. Wel in ons hoofd, de nodige zaadjes en zo waren allemaal wel geplant bij ons allemaal. Maar we konden niet zoveel verder. De eerste begroting die we hadden, die zou al opgaan aan de grondwerkzaamheden alleen al. En wij zijn een zorginstelling, we hebben niet dan andere financiële mogelijkheden. Dus weer bij elkaar zitten, wat gaan we nou doen? Erna er nog bij, komt het ooit wel goed? Wij hebben de tekening aangepast, want zoals je hier ziet, hebben we nog een heel rondje met allemaal laantjes. En die is ondertussen aangepast naar iets kleiner, waardoor we wel binnen de begroting konden blijven. 9 juni hebben we inderdaad dan de eerste bomen en struiken kunnen planten. Daar zag je net al een foto van. 20 maart, jongstleden dus, hebben we de mooie fruitbomen uit Zeeland kunnen planten, waardoor het er nu toch een beetje uitziet allemaal. En vandaag 22 april gaan we het openen zometeen. Dat we het meemaken met elkaar. Ervaringen en lessen uit ons project. De aanleg van een bos kost tijd. Zowel vanuit de natuur gezien, want wij dachten van ja, we gaan het planten. Waardoor of Henk of Jelle zeiden, dit is de tijd niet. Dat kan er nu helemaal niet in. Dat moet je echt goed in het jaar, de jarige tijden wegzetten. En vanuit het organiseren. Ook dat vraagt tijd. Je moet net allemaal al benoemd, je moet je doel bepalen, heb je een winstoogmerk, hoe ga je dat doen met bezoekers, met welke mensen wil je het doen, de plaatsbepaling, subsidies concreet maken. Het kostte allemaal wel heel veel tijd. Ons doel is en blijft de zintuiglijke ervaring opdoen. Toegankelijk voor alle cliënten van het woonzorgpark, maar zeker ook voor bezoekers uit onze omgeving. Maak mooi een stukje wandeling over ons prachtige terrein. Een grote tegenstelling tot bijvoorbeeld ook de voedselbossen is dat wij een openbaar terrein zijn. Iedereen kan hier altijd komen lopen. Bij een voedselbos kan je tijden afspreken dat mensen kunnen komen om te plukken en dat soort dingen. Hier is het altijd openbaar. Daardoor zaten we heel erg, wat net ook al gezegd werd, op de veiligheid. We kunnen niet alles daar gaan planten wat je zomaar in je mond kan stoppen. Daarom willen we ook eigenlijk van het woord voedselbos af. Want dat impliceert voor de cliënten die hier allemaal wonen, voedsel, hup, in je mond. We willen een mooie wandelroute maken, maar het moet veilig zijn. Rolstoel toegankelijk, dat is dit. We hebben een prachtig pad en dan kan je heerlijk met je rolstoel overheen. Even op mijn tijd letten. Wat groeit er wel, wat groeit er niet? Nou, daar hebben we heel veel steun gehad natuurlijk aan Jelle. En die kon ons al hele prachtige verhalen vertellen wat je allemaal kan eten. Waar Henk en ik af en toe dachten van,
nooit van gehoord. Dat heeft ons ook weer heel veel opgeleverd. En we gaan vast nog met jou in contact blijven om te kijken van wat kunnen we nog wel gaan gebruiken. Omdat we toch ook willen naar kleine middelen die we wel kunnen gaan gebruiken met de cliënten. Waar we wel iets mee kunnen doen in de smoothies die we gaan maken. Of met de jam die we gaan maken. Of met ons stekkie die inderdaad met gedroogde kruiden aan de gang gaat. En jij hebt nog veel meer informatie volgens mij voor ons wat er allemaal wel en niet kan. Hier ziet u een foto van de stekkie thee. De functie van het beleefbos is net ook al wel een beetje benoemd. Mooie wandelroute met geur, kleur en tastbeleving. Niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor onze omgeving. Juist om elkaar te ontmoeten. Eventueel themadagen gaan organiseren met scholen om ons heen. Die misschien wel meer het geheel kunnen zien van het groeien in de natuur. Wat onze cliënten misschien allemaal niet hebben, niet allemaal hebben, sommigen wel. Eventueel komen tot werkzaamheden creëren voor onze cliënten. Net ook al gezegd, de paadjes goed toegankelijk blijven houden. Het laag snoeien, het laaghangend fruit misschien plukken. Dan gaan we ook met elkaar nog in onderzoek wat we kunnen gaan doen hiermee. Komen tot een aantal producten misschien voor eigen gebruik. Misschien zelfs een kleine verkoop. Maar dat is niet bij ons het hoofddoel wat misschien bij een voedselbos wel zo is. En mooi natuurlijk, het fruit voor de smoothie, zei ik net al. En heel mooi, de bloemen voor de vazen voor op onze eigen woning allemaal. Dat haal je hier vandaan. Hoe mooi zal dat zijn? De voordelen die we zien zijn net volop benoemd inderdaad van hey, wat doet het met je gezondheid allemaal? Naast de zintuigelijke ervaring opdoen, rust en ontspanning is ook heel belangrijk. Lekker lopen, lekker wandelen in een mooie omgeving. Ik hoor nu ook de vogeltjes afluiten. Misschien komen er steeds meer. Vooral ook mooi om andere mensen te ontmoeten. We streven naar een mooie, gezonde, groene, geur- en kleurrijke omgeving waarin iedereen kan wandelen. Vooral ook mensen uit onze omgeving. Waar denken we verder nog aan? Want we zijn er natuurlijk nog lang niet. Niet alleen dat de bomen die er nu staan nog veel meer moeten groeien, maar er zal nog meer moeten komen. Denken wij in ieder geval. Het is ook echt letterlijk en figuurlijk een groeiplan. We willen een informatiestand maken hier straks. Onder die afdak. Met wat groeit er allemaal? Wat kan je er eventueel mee doen? Dat gaan we allemaal nog doen. We denken nog aan bijvoorbeeld bijenkasten te gaan plaatsen. We denken aan insectenhotels die gemaakt worden binnen de dagbesteding hier. Die we op gaan hangen. En verder herkenbaarheid geven in onze omgeving. We hopen natuurlijk op de vlinders, de vogels en allerlei andere insecten die gaan komen. Het bos wordt... Zometeen ook, is ook al gezegd, net als het Jubilarische Bos, bij de kunstroute, in het geheel opgenomen in ons mooie park. Al met al, we willen gewoon een mooie, aantrekkelijke omgeving houden. En die verder creëren voor de cliënten en voor alle bezoekers van ons mooie zorgpark. Dank u wel. Dank je wel, Anja. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Er is ook een vraag binnengekomen vanuit de kijkers thuis van Annette de Vries. Die is wel benieuwd hoe het is gegaan, het ontwerpproces met bewoners en gebruikers. Heb je al iets over verteld? En je zei al iets over, soms was het lastig, soms waren we heel enthousiast. Wat was nou een moment dat je echt dacht van nou, dit gaat echt niet lukken? Dat hebben we niet gehad. Oh, nee, wel op kleine onderdelen dat je denkt van nou, dat kunnen we wel willen, maar het is niet haalbaar. Of het is niet voor de grond. Of het moet ook onderhouden kunnen worden. Daar moet je wel rekening mee houden. In het ontwerpproces hebben we verder niet echt de bewoners bij betrokken, even voor alle duidelijkheid. Dus we hebben het wel veel meer met informatie vandaag gehad. We hebben nog meer mensen hier die bij ons wonen als collega zijnde, die ook allerlei ideeën hadden. Die hebben ook nog even gevraagd van joh, wat denk je wat hier nou zou passen? En ik denk dat we met elkaar tot een heel mooi ontwerp zijn gekomen. Zeker. En hij zal steeds nog verder groeien. Ja, dankjewel.